Geert, het zijn weliswaar nog geruchten, ja. Maar ja, de kans lijkt behoorlijk groot dat Dick Advocaat de opvolger wordt van Giovanni van Bronckhorst bij Feyenoord. Ja, dat is op zich best wel opmerkelijk. Want Feyenoord heeft een aantal weken geleden aangegeven dat ze voor een trainer kiezen die ze voor lange termijn willen hebben. Die ook erop let dat de jeugd goed wordt ingepland. En als je voor Dick Advocaat kiest, dan zijn die twee voorwaarden in ieder geval niet worden daarmee ingewilligd. En zou het dan kunnen dat Feyenoord, hè, mocht het gebeuren, kiest voor een trainer voor de korte termijn, dus voor een jaar. En zou het dan wel een goede oplossing zijn met bijvoorbeeld Kuyt? Hè? Er wordt ook gesproken over een rol voor hem in de technische staf. Nou, als je een man van over de 70 voor de lange termijn aanstelt, dat is niet geloofwaardig. Weet je? Dus als Feyenoord advocaat kiest, dan kies je sowieso voor de korte termijn. En wie ze daarvoor als assistent te nemen, ja, dat vind ik veel minder belangrijk. Denk je wel dat advocaat succes kan boeken voor de korte termijn? Stel dat hij een contract tekent voor een jaar. Nou, ik denk dat het niet zoveel uitmaakt met welke trainer je, als je voor korte termijn gaat, dat je of je succes wil boeken. Kijk, Feyenoord heeft met Van Bronckhorst een aantal successen geboekt. En wat heel goed is voor de club Feyenoord. Alleen, Feyenoord moet verder, want anders kan je niet meer aanhaken bij PSV en Ajax. En verder aanhaken betekent meer inkomsten genereren. En die krijg je vooral door de Champions League. En Feyenoord heeft één jaar Champions League gespeeld. Heeft daar wat verdiend. Maar bekers en een titel is echt mooi voor een club. Is een basis voor een club, maar het levert uiteindelijk niet zoveel geld op. Nee, dat blijkt maar weer, hè? Want er is heel veel geld aan andere dingen besteed, andere zaken besteed. Denk je wel, vind je het een goede keuze, Dick Advocaat bij Feyenoord, of zeg je, nou zou dat beter voor iemand anders kunnen gaan? Nou, kijk, een trainer die een jaar hebt, moet geen trainer zijn die nog heel veel moet leren. Dus in die zin is het een prima keuze, want Dick Advocaat is een prima trainer. Buiten het feit dat ik me de afgelopen tijd best wel erger aan advocaat. En collega's van Veronica en Seid hebben dat ook aangegeven. Daar was ik het ook roerend mee eens. De maniertjes van advocaat langs de lijn, ja, die storen mij mateloos. Zeker gezien de man van zijn statuur. Maar qua ervaring is de laatste die iets over advocaat mag zeggen of wat, weet je, ben ik wel. Maar omdat ik ook vind dat advocaat gewoon verder een prima trainer is. Dus daar is geen twijfel over. En wie zou voor de langere termijn dan een betere oplossing zijn? Denk jij? Nou ja, kijk, die vraag heeft Feyenoord. Het feit dat Feyenoord bij advocaat uitkomt, betekent dat Feyenoord dat zelf ook niet weet. Hè? Er zijn natuurlijk namen die genoemd worden, waarvan Henk Vrezer de meeste of de grootste naam is, wat en een Feyenoordman is en ook nog ervaring heeft. Dat was eigenlijk in principe de eerste voorwaarde die Martin van Geel heeft aangekaart. Alleen er is een reden waarom Feyenoord niet alvast met Henk Vrezer in zee gaat. Dat kan een reden hebben omdat ze misschien met een andere trainer in de toekomst willen, met Dirk Kuyt. Maar Dirk Kuyt is ook geen trainer, ook niet na volgend jaar en ook niet over 2 jaar een trainer met heel veel ervaring. Dus dat lijkt me een beetje onlogisch. Feyenoord heeft met Van Bronckhorst die gok een keer genomen. Maar ik geloof niet dat je die hand moet overspelen en elke keer een hele onervaren trainer voor de ploeg gaat zetten. Want ook Dirk Kuyt heeft buiten wat een jeugdelftal wat hij nu traint, onder 19, weinig tot geen ervaring. En zijn er trainers die vele malen meer ervaring hebben dan hij. En uiteindelijk is trainer zijn een ervaringsvak. En zeker als trainer van een grote club, ja, heb je wat ervaring nodig. Kijk naar Marco van Basten, had ook niet zoveel ervaring, heeft het ook niet fantastisch gedaan.